It's all going down the drain now for the Seeker. Heb je nog kunnen redden? Ja, maar ik ben heel veel tief vloggen. Ik ben nu nog erger aan het zweten. Ik heb al soppende oksels. Oh, wat mooi. Daar is de game mee van Barcelona. Oh my god, nee! Ook dit nog? Alles gaat mis in deze laatste lap van de race. Wat triest. Hoe groot is die marge nog? Hij is heel erg smal. Hij zal echt hier al die bochten met de nodige precisie moeten aansnijden. Anders gaat het toch alsnog mis hier. Op de finish straight voor de Seeker. Gaat het genoeg zijn? En voorlopig is Vettel nog niet binnen. Dus we moeten nog even wachten of het genoeg gaat zijn. 10 seconden is in principe genoeg. We weten dat er 9 seconden time penalty verzameld is door de Seeker. De Vettel komt nu overlijden. We zien 10 seconden. Nu is Bessic. De Seeker heeft de Monaco Grand Prix gewonnen. Oh. Dat was een duchtige. En we zien nu Timmy Thunder hier in de tweede sector nog met de Renault. Die heeft erg veel tijd verloren en volgens mij ook de nodige penalties. Maar hij heeft niet opgegeven en dat siert hem. Hier komt hij door de piscine, de swimming pool section en richting Raskas. Kijk hoe hij die aansnijdt. Oh, in een hoge 3 en dan in de 1 door 1. Oei, oh, hij raakt hem nog bijna kwijt ook. Bijna de pits in. En hier de laatste stukje, de finish straight op. En dan gaat hij 7 over de streep komen. Wat gaan die penalties voor hem betekenen? Ik denk dat helemaal niks. 15 seconden penalty, man. Jezus. Hij getrokken hier, hè? En dat wel onbedoeld. Dikke seconde hoeveel je keek is straight line. Dus eigenlijk is het voor mij erger. Ja. Oh. Wat echt. Schrikkelijk. Maar ik probeerde dus te streamen in de laatste lap. En het ging helemaal fout. En toen dropte mijn frame rate heel erg. En de mensen zouden in de moer. Was het wie de Razorrector, de incidents kicken? Alleen weer 2. Razorrector, wie is het ook alweer? Volgens mij met omlaag schakelen. Nee, ik ben hem al kwijt. Ik wil even een reset maken. Oh, zullen we even pauze pakken? Ja. Ja, als ik kan. Nee, ik pas even de instelling aan, want dit is veel te intens. 24% race. Goed.